Ja, en hier de volgende Duitse Amazone. Nog zo'n Duitse Amazone met heel veel ervaring. Ingrid Klimke heb ik het over. Zij zit in het zadel van deze Franciscus. Een goedgekeurde hengst. Zo'n van Fidetans Alabaster, de hengst van Wilhelm Hoekenbrink, die ze al van jongs af aan onder het zadel heeft. En ik heb haar net even gesproken en ze zei, ja, het is toch heel mooi dat eigenlijk alles nu zo de laatste, nou laten we zeggen, anderhalf jaar een beetje op zijn plek begint te vallen. Want makkelijk is het nooit geweest met deze Franciscus. En wie het paard wat vaker in actie heeft gezien, weet dat ook dat, dat het een hengst is met veel energie, veel enthousiasme, die ook gewoon een keer een bokje kan geven tijdens zo'n Grand Prix dressuurproef. Dat soort dingen zijn nooit uitgesloten, dat soort grapjes bij deze hengst. Laten we hopen dat hij ze vandaag achterwege houdt. De bel heeft geklonken voor deze Ingrid Klimke. Gaat u kijken naar haar kuur met Franciscus. Thank you.
Ingrid Klinke, Franciscus. Met één hand naar de finale in uitgestrekte draf. Ja, dat is toch weer een totaal andere kuur dan degene die we net hiervoor zagen. Hier denk ik dat je eigenlijk bijna de hele proef hier in de rij mee zou willen klappen. Mee zou willen dansen op deze muziek van Ingrid Klinke en Franciscus. Die vandaag absoluut, vooral ook aan het einde van die kuur, het gas wel even heel hard opentrok in die laatste uitgestrekte draf. En in die ene laatste ook trouwens. Maar echt heel goed gereden. Krijgt een heel dik applaus mee naar het einde. Ook hier zie ik nog ergens een enkele 10 op het scorebord staan. Waaronder voor het halt houden en groeten aan het begin en het einde. Want ja, ik weet niet of u daar een beetje op gelet heeft. Alle keren staat die hengst werkelijk totaal vierkant. Kun je bijna de meetlat naast leggen. Heel mooi om te zien hoe die daarin getraind is. Want dat kan ik u vertellen, dat is die. En nog iets wat ik heel mooi vind. Dat is hoe deze Ingrid Klinke altijd, maar dan ook echt altijd in balans op haar paard zit. Daar kun je ook, net als naast die halthoudens, eigenlijk de meetlat naast leggen. Zit altijd recht in het zadel, midden in het zadel. Nooit dat lijntje van schouders, heup, hak, zeg maar, dat elleboog-hak dat daarin verloren gaat. Dat blijft altijd loodrecht, wanneer u ook kijkt. Ja, hier werd het een klein beetje spannend. Ik zei het al, op het einde van, van de kuur ging dat gas toch wel een beetje aan. Kwam er even heel veel energie bij deze Franciscus. Die hier ook een hele mooie score mee naar huis gaat nemen, hoor. Tweede nu achter Isabel Wert. 84-9-6-0 met 77-8 technisch, artistiek 92-12. Dat is een hele mooie score, hoor. 84-9-6-0.